Ik ben Bruce van restaurant 5 Seizoenen in Aalter. Vandaag maak ik een bereiding met gerookte oosterscheldepaling, daarbij een karnemelksmeus, daarbij komt ook krokant van zuurdesem en een traag gehaard eitje. Beginnen doen we met onze karnemelkhangop. Onze karnemelk gieten we een dag voor de bereiding door een neteldoek en daar hebben we in de doek een hangop en onderaan de wei van de karnemelk. Nu gaan we verder met de aardappelen. De bedoeling is dat we die op grof zout garen in de oven en eenmaal haar gaan we ze dan uitlepelen. Nu plaatsen we de aardappelen in de oven en die mogen ongeveer in 40-50 minuutjes in op een 200 graden. Nu gaan we de gerookte oosterscheldepaling fileren. Eerst de kop eraf, mooi achter de vin. Zo. En daarna gaan we mooi langs de graad de filet snijden. De oosterscheldepaling is gekend voor zijn mooie vettigheid en volheid. Zo. Nu gaan we de paling strippen, het vel eraf. Ga je ook van kop naar staart. Neem mooi vast en trek je mooi naar beneden. We gaan nu langs de kant van de graad, zit er nog aan de filet een deel graadjesschier. Deze zijn verwijderd. Die kan je mooi in één keer met je mes meenemen als je mooi de graad volgt. En nu gaan we de paling portioneren in stukjes voor het aantal gasten. Nu gaan we de eitjes haren op een temperatuur van 62 graden. Gedurende ongeveer 50 minuten in de oven, in de schaal. Zo, nu plaats ik de stoomoven op 62 graden, steam. Zo, 62 graden. En dit gaat voor een 50-tal minuutjes de oven in, met schaal. Zo, de aardappelen zijn gaar. Die gaan we dan mooi in twee snijden en uitgollen. En dat is dan de basis van onze karnemelksmeus. Voor de smeus ga ik nu eerst de wei van de karnemelk, dat is een dag later, dus de hangop bovenaan, de wei onderaan. Die gaan we opkoken. Eenmaal de karnemelkwei kookt, kunnen we de aardappelen toevoegen. Het is niet de bedoeling dat we een fijne mousselinepuree hebben, dus gewoon echt geprakte aardappelen. Oké, de eitjes gaan klaar zijn. Dus dan is het tijd om te dresseren. Ik heb ook een zuurdesemkrokantje gemaakt. We beginnen met de gerookte paling die we daar juist versneden hebben. Eens dat we de gerookte paling geplaatst hebben, plaatsen we de hangop. De hangop, wat in de neteldoek zat, hebben we in een spuitzakje geplaatst. Spuiten we mooie puntjes tussen. Nu ga ik het eitje toevoegen die we juist uit de oven gehaald hebben. Dat is natuurlijk een beetje glibberig. Afwerken, laatste stap. Doen we jonge bladspinazie, een klein beetje olijfolie op. Je kan het traceren naar wens. Zo, we zijn er klaar mee. Dit is onze gerookte oosterscheldepaling, karnemelksmeus, zuurdesem en krokant en jonge bladspinazie. Leuk gerechtje voor met feestdagen. Smakelijk.